weet zeker dat u Hollandse mama is aangekomen. Is ze gekomen, ja? Wat heerlijk van varen. Hoe is ze? Oh, een bijzonder iemand. Onze kennismaking was zeer interessant. Zult u bij de fabriek willen stoppen? Dan loop ik dat stukje wel. Oh, jazeker. Gezellig anders zo'n autotochtje, ja? Een uitstekend idee van u, meneer Van Milan. Ja, ja. Iemand een verrassing te bereiden, daar heb ik een fijne neus voor. Al zeg ik het zelf. Ja, maar ik heb vader toch wel even een telegram gestuurd. Telegram, hè? Een telegram? Dat is een dooie. Allee, zou van de fabriek zijn. Ja, nou, maak nou open. Tante Marie kan wel dood wezen. Wanneer is de telegram verzonden? 1 uur, en nou pas hier. Nee. En wat staat erin? Wat erin staat? Ja. Oh, je bedoelt wat erin staat? Ja. Ja, goeie hemel nog toe. Nou. Weet je wat wij krijgen? Nee, nog niet. Wat krijgen we dan? Wij krijgen een logé. Oh, ja. Een logé. Ja. Kom vanavond. Ja. Dolly? Ja. Zeg, wat is dat? Wat is? Dat is een vrouw. Ja, ja, dat is een vrouw, ja. Nou? Het is een logé. Een vrouwelijke logé. Ja, ja, maar wie is het dan? Oh, je bedoelt wie? Het is een dochter. Een dochter? Ja, een vrouwelijke dochter is het. Van wie dan? Van wie? Van wie? Van Schuit. Ja, Schuit? Ja. Heeft Schuit dan een dochter? Daar heeft ze me nooit wat van verteld. Ja, hij is nooit zo spraakzaam. Dochter het een inlands huwelijk, ja. Nou, wat zou dat? Moet hij het daarom verzwijgen? Omdat die vrouw een andere kleur heeft als hij? Ik dacht misschien is ze nog te Hollands. Niet Indisch genoeg om het zo op te nemen. Tja, in Indië zijn we breed van opvatting. Wat een land. Dan ben ik passier en dan schuilt ineens een kind. En ik weet van niks. Nou ja, hij wist toch ook niet dat ze zo een ene voor zijn neus zou staan. Dan moet je niet gek tegen hem doen. Gek. Hij houdt veel van haar. Ze krijgt een goede opvoeding. Dat is heel mooi van hem. Mooi? Dat is niet anders dan heel natuurlijk. Zijn eigen kind. De moeder is jong gestorven. Je moet een beetje lief voor haar wezen. Nou, daar zie je me nou voor aan. Dat ik geen hart in mijn lijf heb. Ik zal als een eigen moeder voor haar wezen, hoor. Meen je dat? Natuurlijk meen ik dat. Het is 4:55. Ik moet de logeerkamer nog in orde brengen. Oesin! Ja. Oesin! Waboe! Waar zitten jullie? Een Schuit? Kom eens even hier. Een verrassing voor je. Wat is er? Hoeven jullie? Ga jij nou vast de logeerkamer in orde maken? Nou. Schuit, een verrassing. Rijden? Ga je nou? Ja. Oh ja, ik zal lief voor de wezen hoor. Maar heeft u het toch wel eventjes kunnen zeggen? Wat is er? Wie? Wat? Je dochter, Schuitje. Je dochter komt. Oesin! Waboe! Goeie help. Wat zegt ze? Ja. Mijn dochter? Heb ik een dochter? Dat kan bijna niet. Daar weet ik niks van zo'n dochter. Ze komt direct. Kerel, 15 jaar lang hebben wij samengewerkt. Ja, 15 jaar, maar van zo'n dochter weet ik niks. Vreugde en leed hebben wij samengedeeld. Jij moet me helpen. Dolly komt. Telegram, te laat hier. Oh, jouw dochter? Ja. Oh, zeg dat dan. Weet ze dan, je vrouw? Ja, ze weet wel van hun dochter. Maar ik heb maar zo lang gezegd dat het jouw dochter is. Ja, maar dat is toch niet zo? Nee, natuurlijk niet. Dat heb ik maar gezegd om de situatie te redden. Je weet dat ik Betje nog niet verteld heb van Dolly, hè? Doe jij me nou plezier. En doe jij nou voor een paar dagen alsof jij de vader bent. Ja, ja, maar dat ben ik niet. Nou ja, dan doe je maar alsof. Ja. Zie ik er dan naar uit? Precies. Jij lijkt sprekend op een vader. Je lijkt op alle vaders. Kerel, jongen. 15 jaar. 15 jaar. Kooi, je weet, ik ga voor je door een vuur. Maar een dochter... Ja, kerel, het moet. Al doe je het nou alleen maar voor Dolly. Voor Dolly? Ja. Ja, dan moet het maar. Maar ik kan zo slecht liegen. Ach. En dan, ik begrijp het nog niet goed. Kerel, je bent een oprecht en een waarachtig vriend. Dag, vadertje! Je dochter?
Nee, mijn. Nee, jou. Oh, dan begint het al.